Hoe zouden onze bevrijders zich gevoeld hebben tijdens deze route? Enerzijds vechtend, vrienden verliezend en even later juichend binnengehaald in al de plaatsen die zij bevrijden. Dit moet een bijzondere, hele bijzondere tocht voor hen geweest zijn. Laten we dat nooit vergeten. Nou, meneer Stam, wat heeft u precies voor trip volbracht? Ja, we zijn nou net terug uit Normandië. Vanaf Bayeux hebben we het bevrijdingsvuur meegenomen. En het is maar een vlammetje, maar het belangrijkste is dat je het bevrijdingsvuur, het vuur van de vrijheid in je hart meedraagt. En dat hebben we geprobeerd om dat te doen. Wat was het voor trip? Het was een trip van de atletiekvereniging en de wielervereniging Holten. In gezamenlijkheid hardlopen, fietsen, hardlopen, hardlopen, fietsen, hardlopen. En dan een non-stop van Bayeux naar Holten toe. Indrukwekkend, denk ik. Het was geweldig. We hebben ons heel veel, ook wat ceremonieën onderweg meegemaakt. Landingsstranden bekeken. Het was echt heel geweldig.